Hoi allemaal, het is vandaag tijd voor een shopblog. Ik kom net van buiten als je denkt, wat ziet er fris uit. Want het is behoorlijk koud vandaag. En ik was even met Niels naar buiten en die is in slaap gevallen in de wagen. En dat doet hij nooit, dus ik denk, this is my chance. Tijd om een shopblog op te nemen, want dat wil ik al dagen. Ik heb lekker geshopt in de sale met Sven, wel online, want ja, praktisch. Ik heb vooral geshopt bij de Stradivarius, de Bershka en één dingetje van de Zara. Dus laten we daarmee beginnen, daar ben ik echt super blij mee. Dat zijn deze laarzen. Ik heb al eerder laarzen van Zara gehad, die je hem al heel vaak hebt zien dragen. Die hoge zwarte en hoge donkerbruine. En deze cognackleuren vind ik ook echt fantastisch. En hier heb je van die kwastjes, ik zal het even afhalen. Zo, ik vind ze echt super mooi. Dus deze ben ik echt heel blij mee. Het is echt leer. En ja, ik weet gewoon dat ik hier heel veel plezier van ga krijgen. Deze waren 90 en nu in de aanbieding voor 60. Nog steeds niet goedkoop. Maar ja, ik koop eigenlijk nooit laarzen. En, want diegene die ik heb, die heb ik echt al. Nou, die had ik volgens mij al voor Sven. Dus al meer dan 7 jaar. Dus dat is, die kunnen best wel een keer een setje extra gebruiken. Ze zijn nog steeds heel goed en ik ben er nog steeds super blij mee. En daarom dacht ik ook, ik weet zeker dat ik hier gewoon heel veel plezier van ga krijgen. Een mooie, stevige hak. Echt leer, nou dat heb ik eigenlijk ook nooit. Ik vind ze gewoon fantastisch. Een hele mooie cognackleur. Heb ik niet. Ik heb één stel cognac hoge laarzen, maar die zijn plat. En ja, die zijn wel een beetje vertrapt. Dus die zijn meer voor festivalletjes en voor stoer, zeg maar. Maar dit is natuurlijk al super netjes, maar ook stoer door deze dingetjes. Ik ben echt helemaal blij mee. Dan door naar de Stradivarius en Bershka. Als eerste kocht ik dit jurkje bij Stradivarius. En hier is lastig, want hier staan de normale prijzen op. En ik weet dus niet wat deze in de sale waren, maar in ieder geval allemaal flink afgeprijsd. Dit is een bordeaux rood jurkje. En ik heb al heel lang een bordeaux rood favoriet jurkje gehad. Met 3/4 mouw en een hele mooie V op de rug. Alleen die heb ik vorige keer met Niels' spullen meegewassen. Dat is niet helemaal goed gegaan, dus die is nu veel te kort. En deze is gewoon wel weer een mooie lengte. Oh, dat is mittens. En het hele mooie slanke mouwen. Je kunt het niet heel goed zien, maar het is een soort glansje. Dat is het enige waar ik een beetje over twijfelde. Maar op zich, overdag zie je het eigenlijk helemaal niet. Het is alleen meer als je naast de kerstboom zou gaan staan, zeg maar. Dat is alweer even geleden. Maar hè, toen viel het me op, zo van, oh, dit is wel glanzend. Maar op zich, ik vind hem heel mooi met de V-hals. Nou, wat hij nou heeft is dit, zo'n choker om de nek. Nou, dat haalt mij sowieso niet heel erg op. Maar deze zit ook echt mega strak. Dus ik doe gewoon zo en dan zie je er niks van. Ik denk wel dat ik hem er nog af ga knippen, maar deze. Dan dit blouseje. Dit is een, ik heb het niet gestreken, it knew me. Blouseje ook van de Stradivarius. En dit heeft hele fijne, gewoon wat lossere 3/4 mouwtjes. En dan een horizontale of een verticale streep en een horizontaal op de borstzakjes. Hij valt wat korter, maar dat vind ik ook wel eens leuk voor de afwisseling. En nou ja, ik, voor wie mijn vlogs ook kijkt, naar mijn werk draag ik eigenlijk altijd dit soort dingetjes. Vind ik heel praktisch en fijn. En soms zoek ik het ook met een avondje uit of zo. Dus ik vind het een heel fijn blouseje. Dus ik weet zeker dat ik dat heel veel ga dragen. Nou, dan kocht ik 2 basic shirts. Een grijze en een zwarte. Dus ze zijn net ietsje anders, maar 3/4 mouw, gewoon een strak mouwtje en dan hier gewoon lekker los. En ik vind het heerlijk, ze zijn ook wat langer. Ik vind het heerlijk gewoon voor thuis, maar ook gewoon lekker met een leggingtje. Op een dag dat er gewoon niet zoveel hoeft, maar gewoon, of een leren legging als ik nog een net soort van naar buiten moet. Vind ik dit soort dingen gewoon heerlijk, maar bijvoorbeeld ook als je op vakantie gaat en je wil zeg maar in het vliegtuig of zo comfortabel of in de auto comfortabele kleren aan. Ben ik echt gek op dit soort shirts. Het is heel lekker zacht spul. Again, geen idee wat het in de sale kostte. Maar normaal was hij €12,99. Maar volgens mij was hij nu de helft. In diezelfde categorie kocht ik ook deze. Net iets anders. Hij loopt iets meer wijd uit naar de zijkanten. Of tenminste, meer in een soort punt. Maar verder hetzelfde. Het is ook een iets dunner, soepelvallender stofje. Die andere is net wat meer comfy. En deze, nou trouwens, deze is ook super comfy. Heel zacht. Maar gewoon net iets meer flowy. Dit vind ik echt, ik weet gewoon dat ik dit heel veel ga dragen. Dat is dit shirtje. En ik heb hem ook nog in een andere kleur. Dit is een roze shirt, maar ik weet niet of je het een beetje kunt zien. Maar er zit een heel klein beetje een glansje doorheen. Een heel klein beetje een soort gouden glansje.
Het is een beetje gemêleerd stofje. En ik heb hem expres een maatje groot gekocht. Oh, twee maat groot zelfs. Dit is een L. Maar daardoor valt hij gewoon lekker los. En dat vind ik bij dit soort dingen altijd wel mooi. Want ik heb best wel grote borsten. En als ik dan zeg maar een strak shirtje aan doe, zeker als het glanzen, is het echt zo, zeg maar. Dus daardoor wat wijder. En ja, daar hou ik ook gewoon van. En dan zit er zo'n klein omslagje bij het mouwtje. En ja, ik vind dit gewoon een hele fijne shirt. En dit draag ik dus gewoon naar mijn werk met een colbertje eroverheen. Of in de zomer lekker gewoon nonchalant. Maar ook s'avonds naar een feestje kan dit ook weer prima. En dan bijvoorbeeld in een rokje of zo gestopt. Gewoon een fijn shirtje. En zoals ik net al verklapte, heb ik hem in nog een kleur gekocht. Of kleur in het zwart. Hier zie je die glans ook wel beter. En ik kwam er eigenlijk achter laatst dat ik helemaal niet echt veel basic zwarte shirtjes heb. Of niet veel, gewoon geen eigenlijk. Dus soms dan wil ik een zwart t-shirtje aan en dan heb ik dat gewoon niet. En toen dacht ik, nou, dit is eigenlijk ook wel leuk. Deze waren trouwens normaal een tientje, maar ik denk dat ze dus nu 5 waren. Maar ik dacht, weet je, dit is dan wel gewoon basic zwart, maar dan wel met een glansje. Dus superleuk, hier ben ik ook heel erg blij mee. Dit heb ik dus ook in een L gekocht. Dan dit shirtje en hier had ik al een tijdje een oogje op laten vallen. Ik moet zeggen, ik ken echt weinig Nederlandse, laat staan Engelse YouTubers die Stradivarius kennen en die er net zo verliefd op zijn als dat ik ben. Maar ineens zag ik Fleur de Force, dat is een hele bekende Engelse YouTuber. Die had een shoplap bij Stradivarius gedaan. Dat vond ik zo leuk. En toen dacht ik, oh, aan de ene kant heel fijn dat de wereld het er nu ook gaat ontdekken. Aan de andere kant is het wel een beetje mijn dingetje, zeg maar. Goed, weird. Maar daar, zij had dit shirtje aan en sindsdien wil ik hem. Alleen hij was steeds uitverkocht. En toen was er ook nog een driekwart mouwen variant. Die heb ik toen gekocht, maar die was het niet. Dus heb ik teruggestuurd. Maar ik ben hier echt heel erg blij mee. Het is gewoon een simpel groen wat wijdvallend shirtje. Maar dan wel hier van die soort van die touwtjes en dan een embellishment. En ja, ik vind het gewoon stoer, maar toch vrouwelijk. Ik wilde het hebben. Ik ben heel blij dat hij nu zelfs ook nog in de sale, zeg maar, was. En dan dit. Dit is gewoon een strak zwart hemdje. En deze is volgens mij ook van Stradivarius. Ja. En deze kocht ik dan wel gewoon in een S'je. Hij is niet heel lang. Dat is het enige wat ik jammer vind. Maar hij zit heel laag. Zowel bij je rug als voor. En dat vind ik heel mooi als ik gewoon wat lagere... Ik heb altijd zo'n hemdje eronder. Ik vind dat gewoon fijner zitten als je gewoon een hemdje eronder hebt. Ik weet niet waarom. Ik vind het er mooier uitzien. Dit is geen shaper. Het is gewoon normaal katoenen hemdje. Maar ik vind dat effect wel mooi. Alleen omdat deze dus laag bij de rug zit, kan je er ook wat lagere shirtje bij aan. Dus dat vind ik heel mooi. Het enige nadeel vind ik, maar dat vinden veel mensen waarschijnlijk een voordeel, is dat er zo'n band in zit, zeg maar. Alleen het probleem is, wat ik al zei, grote borsten, zo'n band is dan meestal net niet. En dat is hier, past die wel. Alleen ik krijg zeg maar nog meer dat push-up effect wat ik niet per se nodig vind. Maar ik ben er wel heel blij mee, want ik denk dat die mooi gaat staan onder allerlei jurkjes. Dan kocht ik nog een broek bij de Stradivarius. En zoals je misschien wel weet, koop ik mijn meeste broeken bij Stradivarius of bij Bershka. Ik moest een keer een nieuwe spijkerbroek en toen ontdekte ik de push-up variant van Stradivarius. Meestal doe ik geen push-up omdat ik al een mooie ronde kont van mezelf heb. Niet per se nodig. Maar deze zat gewoon heel lekker en hij stond eigenlijk wel heel mooi. Die kocht ik dus als spijkerbroek. Omdat mijn andere spijkerbroek, nou ja, kapot wil ik niet zeggen, maar wel about to. Want hij was gewoon helemaal, zeg maar, doorzichtig aan het worden. Je kent het wel. Versleten. Dus ik kocht deze. Gewoon een spijkerbroek. En ik vond hem zo mooi dat toen ik hem in de sale in het grijs zag, dacht ik, yes. Hij is ook gewoon mooi skinny en niet al te lang. En zo ziet hij er verder uit. Nou, in het aanschot kan je het beter zien, maar ben ik ook heel blij mee. En als laatste, nou niet één na laatste, nog een broek van de Bershka. En dit is een low waist. En eigenlijk verkopen ze die bijna nergens meer. Maar als je me langer volgt, weet je dat ik vaak een opgezette buik heb. En dan is een high waist broek echt hel op aarde. En deze zit lekker laag. En dat vind ik super fijn. Hij zit niet te laag dat je de hele tijd in je blote billen staat. Maar ik was heel blij dat ik dat überhaupt weer zag. En deze is van Bershka Curl. En dit is, meestal is dat terecht voor mij, maar deze zit goed. Het is gewoon een hele basic broek. Weinig spannend aan. Trouwens, een interessant weetje wat ik ooit heb geleerd. En ik test het wel eens en het lijkt altijd te kloppen. Maar
steek hem hand voor niet voor in het vuur. Maar als je wil weten of een broek past, moet je zeg maar zo doen om je nek. En als hij dan tegen elkaar aankomt, dan past hij. Ik weet niet, ik heb het nooit geprobeerd met broeken die niet passen. Maar met broeken die passen klopt het altijd. Heel interessant. Dus probeer het eens. Ik ben heel benieuwd. Laat even onder de comments weten of jouw broek ook om je nek past. En dat dat dan precies klopt. En dat hij dan inderdaad ook past. Laat het vooral ook weten als het niet zo is. Maar gewoon simpel. Gewoon plain. Niet al te donkerblauwe jeans. Een kleur die ik niet heel veel heb. Want meestal heb ik of heel donker of grijs. Dus deze. Heel blij ook mee. Dan kan ik ook echt gewoon even wat oude broeken wegdoen. Want er zijn gewoon een aantal die echt heel versleten zijn. Omdat ik gewoon heel graag, omdat ik ze heel graag draag. Alleen, ja, er komt een punt dat ze gewoon uit elkaar vallen. En dat kan beter niet zo zijn als je ze aan hebt. En als laatste deze. Dit zijn oorbelletjes van Stradivarius. Ik heb ze nog niet eens uitgepakt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik sinds Niels eigenlijk bijna nooit oorbellen meer draag. In ieder geval niet in zijn bijzijn. Maar dit zijn ze. En ik vind ze eigenlijk wel cool. Ik heb er nu even één in, maar voor het idee. Echt, mijn oor moet heel erg weer wennen aan gewichten. Ik voorheen altijd oorbellen droeg, maar ook echt kaal voelde zonder. Maar ja, ik vind ze wel cool, denk ik. Gewoon mooi voor een feestje of zo. Ik vergeet nog bijna één paar schoenen te filmen. En dat zijn deze. En die heb ik al gezien toen wij op stedentrip waren in Milaan. En dat is in juni geweest. Maar die vond ik heel gaaf, maar ik vond ze wel heel prijzig. Dus ik dacht, ja, dat is misschien een beetje overdreven. Maar nu waren ze heel erg afgeprijsd. Volgens mij meer dan 50%. Dus deze ben ik echt heel blij mee. Ze zijn gewoon hele mooie. Ze hebben een behoorlijk hoog gehakt, maar wel flink stevig. En dan hebben ze van aan de voorkant van die touwtjes. En ja, ik vind ze stoer en sexy en love it. En ik heb zeg maar dit soort schoenen, maar dan met een sleehak. Daar heb ik heel veel plezier van. Dus ik weet zeker dat ik hier ook heel veel plezier van ga hebben. En dat is het. Dat is alles wat ik kocht in de sale. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik ben heel benieuwd of jij ook nog in de sale hebt geshopt. En zo ja, waar heb je nog goede tips? Niet dat ik nog heel erg wat nodig heb, maar ik wil. Ik film dit in de kerstvakantie. En ik hoop echt nog mijn kast ook flink te kunnen uitmesten en weer een hoop te kunnen wegdoen. Sorry trouwens voor mijn afgebladderde nagels. Ik ga ze straks even opnieuw lakken, maar ben ik nog niet aan toegekomen. Nou, ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. En en ik heb volgens mij nog geen enkel filmpje gezegd omdat ik vooruit heb gewerkt. Omdat ik probeerde in de vakantie niet te werken. Niet gelukt, maar ik probeer nu de tweede week van de vakantie niet te werken. Maar ik heb vooruit gewerkt. En er heeft nog iemand hard gewerkt, namelijk mijn schoonvader. Want die heeft een nieuwe site voor me gebouwd. En ik ben er echt super blij mee. Hij is nu bijna af, maar op het moment dat jullie dit zien is hij al af, want hij gaat 1 januari, poef, live. Ik ben er echt mega blij mee en fantastisch ook dat mijn schoonvader dat heeft gedaan. Die is hier gewoon heel goed en hij heeft mijn vorige site ook gebouwd. Maar het was na, nou wat is het nu, hoe lang ben ik al online? Volgens mij 3 jaar. Was het echt wel toe aan iets volwasseners, iets minder roze. Iets meer voor nu. Iets wat nu meer bij me past. Dus wat strakker en ja, gewoon mooi. Ik ben er echt super blij mee. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Ga vooral even kijken. blondiebeautyfashion.nl. Dat is mijn site en die staat hieronder ook gelinkt. Maar ja, ik ben er heel blij mee. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. En ik wil je weer ontzettend bedanken voor het kijken. Ik zou het ook heel leuk vinden als je hier wilt abonneren op mijn, YouTube kanaal. En dan blijf je op de hoogte van alle filmpjes. En ik wens je een hele fijne dag. Doeg!